In Nederland zijn kwaliteitscontroles voor dierenklinieken niet verplicht. En dat is eigenlijk heel gek, want dierenklinieken lijken tegenwoordig heel veel op ziekenhuizen. Zoveel apparatuur staat er. Vandaag praat ik met Bob Carrière over het belang van kwaliteitscontroles hier in Ermelo bij een van de sterklinieken. Wat een slaapkop. Bob, jij bent een dierenarts bij Sterkliniek Ermelo. Hè? Waarom vind jij kwaliteitscontroles nou eigenlijk zo belangrijk? Nou, ik denk in de medische zorg, zowel voor mensen als dieren, is het belangrijk dat je kwaliteit levert. Je gaat tenslotte om met levens. Hoe krijg je die kwaliteit eigenlijk omhoog? Ja, dat kan op vele manieren. Je kan bijvoorbeeld denken aan nascholing, dat ze actuele kennis hebben en de beste en de veiligste behandelmethode weten. Mm-hmm. Je kan denken aan apparatuur, dat je zorgt dat de apparatuur correct werkt. En dat de waarden die worden gegenereerd, dat die kloppen. En dat kan je laten eiken. En zo kan je de veiligheid beter waarborgen. En dat is een stukje kwaliteit. Is dat altijd zo geregeld? Nee, helaas niet. In je hart denk je van het zou eigenlijk overal zo moeten zijn. Je ziet ook dat vaak mensen denken dat het overal zo is. Maar eigenlijk zijn er in onze branche, in de diergeneeskunde, geen strikte eisen aan kwaliteit. En er is een groep dierenartsen in Nederland opgestaan die zei van wij willen dat anders, het kan beter. En die hebben een keurmerk in het leven geroepen om die kwaliteit na te leven. En waar bestaat zo'n keurmerk dan uit? Het is eigenlijk een heel pakket van eisen. Waaraan een kliniek moet voldoen en waaraan medewerkers moeten voldoen. En dat wordt extern getoetst door een partij die controleert of je al die regels naleeft. Ze zullen controleren of je daadwerkelijk zoveel uur nascholing hebt gehaald per jaar. Zij zullen controleren of de apparatuur is gecontroleerd. Maar het kan ook over iets simpels gaan, bijvoorbeeld als een klachtenprocedure. Hoe is het dan met Lizzie? Nee, grapje natuurlijk. Waarom ben je hier eigenlijk met Lizzie? Ik doe behendigheid met haar. Ja. En ze springt niet meer zo heel erg goed. Okay. Dus vandaar dat er eigenlijk even een controlefoto wordt gemaakt en nagekeken wordt waarvoor wat voor euvel of het is. Okay, nou, we zijn hier natuurlijk over de kwaliteitseisen, daar hebben we het over vandaag. Vind je dat nou iets een beetje overdreven? Nou, ik denk als je met de hond naar de dierenarts gaat, dat je toch zeker wil weten dat ze goed geholpen willen worden. Dat willen wij zelf natuurlijk ook. Christel, we staan bij de röntgenapparatuur. Hè. Dit moet natuurlijk ook gecontroleerd worden en ja, of het allemaal wel veilig is. Nou, wat we doen is een periodieke controle. Dan komt een deskundig iemand het hele apparaat controleren. Alles wat niet in orde is, dat wordt op dat moment gerepareerd. En jaarlijks wordt er gekeken of wij aan die verplichtingen hebben voldaan. Christel, nou weet ik dat jij een nascholing moet krijgen. Hè? Ja. Wat leer je dan eigenlijk? En wat we leren is bijvoorbeeld als er een nieuw medicijn op de markt komt, dan leren we bij welke dieren we dat kunnen inzetten. Nieuwe behandelmethoden en nieuwe inzichten, daar worden wij van op de hoogte gehouden. Zodat we de dieren eigenlijk beter en veiliger kunnen behandelen. En daarnaast is het nascholing voor ons van belang, omdat ook co-assistenten van de faculteit diergeneeskunde met ons meelopen. En dan is het ook voor hun van belang dat onze kennis up-to-date is. Nou, Lizzie is net voor een röntgenfoto geweest. Hè? Ja. Wat gaat er nu gebeuren? We hebben van Lizzie al een beetje bloed afgenomen en dat wordt nu verwerkt in het laboratorium. Lab is aan de andere kant, hè? Dat klopt. Dan ga ik daar even naartoe. Succes ermee. Christine, hi. Hi. Is dat nou de uitslag? Dit is de uitslag. En? Vooralsnog geen afwijkingen, maar het laatste woord is aan de dierenarts uiteraard. Maar hoe weet je nou eigenlijk dat dit dus allemaal klopt? Dat komt omdat wij het apparaat zelf controleren en eiken eens per maand. Okay. En één keer per jaar krijgen wij een steekproef, een controle. En dat is een strenge controle en die kijkt of wij het juist uitvoeren. Dus dat alle apparatuur goed werkt. En dat is dan voor dit apparaat, maar ook voor bijvoorbeeld de apparaten uit de operatiekamer en het röntgenapparaat. Want wat gebeurt er nou eigenlijk als de kwaliteitsnormen niet gehaald worden? Als ze niet gehaald worden, als je niet voldoet aan de eisen, dan krijg je nog een korte periode om het te herstellen of om het wel voor elkaar te krijgen. En heb je het dan nog niet voor elkaar, dan verlies je je kwaliteitskeurmerk. Goed, we hebben het nu over cliënten gehad, we hebben het over de instrumenten gehad, maar nog niet over de baasjes. Bob, hoe zijn we met de baasjes? Hoe zorg je daar goed voor? Ja, het is misschien gek als dierenarts om voor de baasjes te zorgen. Kijk, indirect zorgen voor de dieren, dus ook voor de baasjes. Maar voor de baasjes bijvoorbeeld natuurlijk het hoog kennisniveau. Verplichte dossiervorming, dat wil zeggen dat wij transparant in de dossiers vastleggen wat wij doen aan de dieren. Maar bijvoorbeeld ook voor klantvriendelijkheid, klantenzorg, sturen personeel naar nascholing. Maar dan bij de hotelschool in Maastricht, de Hogere Hotelschool. Dus totaal buiten het vak, maar daar leren ze hoe ze het beste klanten kunnen bedienen. Bob, goed om te horen. Dankjewel voor alle informatie. Graag gedaan, was leuk. Ja, leuk dat ik even mocht kijken in het hart van de zaak. Nou, wie weet tot de volgende keer. Hè? Ja, je weet. Succes. Dag. Het is mij in ieder geval duidelijk dat het niet overal hetzelfde geregeld is, maar het is goed om te horen dat ze op de goede weg zijn.